Mark de Grijze, waarom verdient Dieu Merci en Mbokani de gouden schoen? Omdat hij voor Anderlecht echt wel de belangrijkste speler is geweest over het hele jaar. Hij heeft ze helpen kampioen maken en daarna in de tweede ronde heeft hij ze plaats voor de Champions League en daar ook nog belangrijk in geweest en in de competitie overal heel veel doelpunten gemaakt. Wat met Jelle Vossen? Die zal denk ik een verdienstelijke tweede plaats behalen omdat hij ook voor Henk belangrijk is geweest en een goed jaar heeft gehad. Maar goed, hij zal net tekort komen denk ik. Naar wie ging jouw derde stem? Ik heb ook nog Suárez in de eerste stemronde punten gegeven en Vossen dus en in Mbokani. En in de tweede ronde heeft Bakka ook nog twee punten gekregen. Waarom juist Carlos Bakka? Omdat hij topscorer is in de tweede ronde en dat hij toch indruk heeft gemaakt. Scoort heel makkelijk en heeft laten zien dat hij eigenlijk nog kan groeien en nog beter kan worden. Dus ik verwacht nog wel wat van hem in de komende jaren. Dank je wel.